Nou, het is een beetje 7 uur 's ochtends. Koetjes in de mist is het. Kef, kef, kef. Dat zegt de boer ook namelijk. Kef, kef, kef. Herman wordt wakker. Eens kijken wat ze doen. Oh, ik ben de hele draad aan het wegtrekken. Hey, de hele draad is los. Zie je dat? Nou, is ook weer nieuw. Ik denk dat ze er tegenaan schuren. Even mijn paaltje recht zetten. Dames, wat doen jullie? Ik schooi voor Paul. Goed zo. Hit hem up, come on. Even de koe in de kont kijken. Geen uier. Het is een vroeg ontbijt voor de koeien. De twee jonkies op het laatst. Eentje stond gisteren te zuigen. Nou, go for it, mate. Nog steeds aan het diarree zijn ze. Dat is echt wel anders dan vorig jaar. Nou, dat eerste rondje weet ik eigenlijk niet. Zal ik eens nakijken. Deze staat wel echt hoog op de poten. Dat vind ik wel leuk. Dus het zou best wel eens een zware kunnen worden. Het is ook echt wel een verschil met koeien. Hoe groot ze zijn. Maar kijk eens wat ze krijgen. Dit vak was nog vrij groot. En dit vak is een stuk kleiner. Dus ik ben benieuwd hoe het morgen is. En ja, koeien in de mist.